In deze videotutorial ga ik jullie laten zien hoe je deze schattige bloemetjes haakt en hoe je ze aan elkaar naait tot een deken. De video bestaat uit verschillende delen. Eerst ga ik vertellen hoe je het witte hartje maakt. Erg eenvoudig. Dan ga ik uitleggen hoe je de bloemblaadjes eromheen haakt. Dat zijn er steeds 6. En dan ga ik je laten zien hoe je ze aan elkaar naait. Nou, dat is allemaal niet zo heel erg ingewikkeld. En ik hoop dat als je stap voor stap meekijkt, dat deze video ook goed voor beginners te doen is. Nou, even wat over het materiaal. Het voorbeeld is gehaakt met Merino Extra Fine Unicolor van Drops. Dat is 100% wol. En dat is eigenlijk bedoeld voor een 4 mm haaknaald. Nou, omdat het best wel hele dikke bloemetjes worden, is het aan te raden om met een grotere haaknaald te haken dan wat op het label staat. Dus je kunt deze bloemetjes natuurlijk met alles maken wat je zou willen. Maar het is dus aan te raden om een grotere haaknaald te kiezen bij het materiaal. Ik heb er een aantal proefbloemetjes gemaakt en even gekeken wat het mooiste werd. En ik heb uiteindelijk besloten om een 6 mm klover haaknaald te gebruiken om de bloemetjes te maken. Wat je verder nog nodig hebt is een schaartje, want je moet bij dit patroon helaas wel veel draadjes wegwerken. En dus ook een stopnaald om de draadjes weg te kunnen werken. Ik ga jullie nu laten zien hoe je het witte centrum van het bloemetje maakt. Ik wil daar even bij vertellen dat alle informatie ook op de website staat op www.eenmooigebaar.nl. Nou, om te starten met het hartje van het bloemetje maak je een magische ring. Ik doe dat altijd zo. Maak gewoon een rondje van het garen en je draait het staartje er een aantal keer overheen. En dan draai je het garen zo dat dat staartje waar je overheen, dus het dubbele stukje van de draad, dat die aan de kant ligt die je op gaat haken. Dan doe je je naald er doorheen. En nu maak je 2 lossen. En dat telt als je eerste half stokje. Nu maak je 11 half stokjes in de ring. Nou, om een half stokje te maken sla je de draad om. Steek je de naald in de ring. Dan sla je daar de draad nog een keer om. En haal je hem terug door de ring. Nou, zoals je ziet heb je nu 3 lusjes op de haaknaald. En dan, ik moet het even goed in beeld brengen, sla je de draad weer om en trek je hem door alle 3 de lusjes op de haaknaald heen. En zo. Zoals je kunt zien heb je nu hier de 2 beginlossen. Die tellen als eerste half stokje en dan hier het tweede half stokje. Je moet er uiteindelijk voor zorgen dat dat je 11 half stokjes hebt gehaakt en dat je dus 12 steken in totaal hebt. Ik zal nu het tweede half stokje maken. Dus je slaat de draad om. Of in de ring. Je slaat hem weer om. Dan heb je 3 lusjes op de haaknaald staan. Dan sla je weer om. En je haalt er alle 3. Dan heb je dus 2 half stokjes gehaakt. Ik wil er 11 haken. Dus dan gaan we weer omslaan. Door de cirkel. Omslaan. Terug. 3 lusjes op de haaknaald. Omslaan. Door alle 3. Nou, dit doe je totdat je 11 half stokjes hebt gemaakt, naast dus die 2 beginlossen die je hebt gemaakt. Als ik dat gedaan heb, kom ik even bij jullie terug. Zoals je kunt zien heb ik alle half stokjes inmiddels gehaakt. Tel ze even goed na. Dus je kunt tellen doordat je hier een soort van V'tje ziet liggen. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nu trek je met het uiteindje van de magische ring, die trek je aan. En dat is ook wat het een magische ring maakt. En daarmee trek je je haakwerk als het ware dicht. Nou kun je ervoor kiezen om je toer te sluiten met een halve vaste, maar ik vind het persoonlijk mooier om het onzichtbaar af te hechten. Dat ga ik jullie even laten zien hoe dat moet. Daarvoor knip je de draad. Dus niet het uiteindje, die moet je nog wegwerken, maar de lopende draad die aan je bol vast zit, die knip je af. Dan trek je de haaknaald eruit en daarmee ook de draad eruit. Dan doe je de draad in een stopnaald.
Nou, voor het onzichtbaar afhechten is het belangrijk dat je weer even terugtelt. Je moet uiteindelijk op 12 steken uitkomen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wat je dan doet bij die 12e steek is dat je onder beide lusjes doorgaat met je naald. Je hoort op de achtergrond mijn kleine zoontje van 2 maanden. Die ligt in de box. Haal je daar doorheen. En dan ga je in de steek waar de draad uitkomt, steek je hem door de achterste lus weer terug. Dus je steekt hem onder beide lussen van de steek waar je normaal een halve vast in zou maken. En je steekt hem, dus het eerste halfstokje wat je hebt gemaakt. En je steekt hem in de lus waar de draad uitkomt door de achterste lus weer naar de achterkant. Spoel dat stukje eventueel nog een keer terug als je het zeker wil weten. Nou, als je nu hem aantrekt, dan zie je dat het eigenlijk al niet meer opvalt waar je gebleven bent. Het enige belangrijke wat je hiermee moet onthouden is dat dit dus niet een steek is, dit ding. Dus als je straks bij de tweede toer gaat werken, dan moet je even opletten dat je deze overslaat. Soms helpt het daarvoor om deze wat kleiner aan te trekken. Dan verdwijnt hij bijna en dan zie je niet meer dat er een steek tussen zit. Nou lijkt het gewoon alsof deze steek en deze steek overloopt. Kies er even zelf voor wat je mooier vindt. Ik kies ervoor om hem inderdaad zo klein mogelijk aan te trekken. En dan maak ik straks niet de fout met mijn bloemblaadjes. Nou, en dan steek je het staartje naar de achterkant. En werk je je draadje weg. Ik ga daarvoor meestal 1 keer de ene kant op. En 1 keer de andere kant op. En dan knip ik de draad af. Bij het afhechten van een middendraad gaat het er vooral om dat je de draad wegnaait in de richting, eerst in de richting waarvan je ook de cirkel hebt gemaakt, zodat je hem nog extra kunt dichttrekken. Dus je ziet als je eraan trekt van welke kant hij komt. In mijn geval komt hij vanaf deze kant, dus ik ga hem naar die kant op eerst wegstoppen. Ja, dus de draad komt van die kant. Dus ik steek hem ook in dezelfde richting onder het garen door, of onder de steekjes door. Dan trek ik hem nog eens even goed aan, zodat het midden echt mooi dicht is. En dan naai ik hem in de andere kant op ook nog een keer weg, om ervoor te zorgen dat hij goed vast zit. En dan kun je hem afknippen. Nu is het midden van je bloemetje klaar. Dan gaan we verder met de volgende toer. We gaan aan de tweede toer beginnen. Nou, dan kun je natuurlijk alle kleurtjes voor kiezen die je zelf wil. Ik kan je wel aanraden om hetzelfde garen te gebruiken voor het binnenste als voor de tweede toer. Ik sla de draad om. Steek de naald door beide lussen van een willekeurige steek op het hartje wat je net gemaakt hebt, het bloemmidden, en dan trek ik de draad door. Dan pak ik de lopende draad in mijn hand om mee te haken en het staartje leg ik alvast zo neer dat ik er overheen ga haken. Nu haak je eerst 3 lossen. En nu ga je in deze en in de volgende steek 4 samengehaakte dubbele stokjes haken. Moeilijke term. Ik ga het jullie laten zien. Je slaat de draad 2 keer om de naald. Je gaat in dezelfde steek als waar je 3 lossen uitkomen. En je zorgt er dus voor dat je dat staartje ook vasthaakt. Dat scheelt straks met draadjes wegwerken. Dan sla je de draad om. Je hebt nu 4 lusjes op de naald. Dan sla je de draad om en haal je door 2 lusjes heen. En dan sla je de draad om en haal je weer door 2 lusjes heen. Nu heb je nog 2 lusjes op de naald, die van de 3 lossen en van het eerste bijna afgemaakte dubbele stokje. Dan doe je hetzelfde nog een keer. Je slaat de draad 2 keer om de naald. Je gaat in dezelfde steek nog een keer. Je slaat de draad om de naald om terug. Je hebt nu 5 lusjes op de haaknaald. Je slaat de draad om en haalt door 2. En je slaat de draad om en haalt door 2. Nu heb je 3 lusjes. Van de dubbele stokjes en van de 3 beginlossen. Nu ga je nog 2 van dit soort onafgemaakte dubbele stokjes maken in de volgende steek. Dus je slaat de draad 2 keer om de naald. Je steekt hem in de volgende steek. Je slaat je draad om en haalt hem terug.
slaat om en haalt door twee lusjes, slaat om en haalt door twee lusjes. Nu heb je vier lusjes op de naald van de drie beginlossen, dubbel stokje, dubbel stokje, dubbel stokje. Ga je in deze steek nog één zo'n dubbel stokje maken, maar je maakt hem niet af. Dus je slaat daarvoor twee keer om, doet door dezelfde steek heen, slaat de draad om de naald, haalt hem terug. Nu sla je de draad om, haalt door twee lusjes, dan sla je de draad om en haal je door twee lusjes heen. Je hebt nu vijf lusjes op de naald van die drie beginlossen en van je vier dubbele stokjes. Nou, het zijn vier samengehaakte dubbele stokjes, dus je slaat nu de draad om en je trekt hem door alle lusjes heen. Nu haak je weer drie lossen. En om het bloemblaadje af te maken ga je in diezelfde steek als je laatste twee dubbele stokjes en haak je een halve vaste. Nu is je eerste bloemblaadje af, duw hem even naar voren. Leuk, hè? Nu ga je je volgende bloemblaadje maken en ik heb het goed gepland. Dit is dat gekke kleine steekje wat eigenlijk geen steek is, wat ik net heb gemaakt voor het onzichtbare afhechten. Dat kun je nagaan door te tellen. Je hebt twee steken nodig voor elk bloemblaadje. Dus dan komt hier een bloemblaadje, hier een bloemblaadje, hier een bloemblaadje, hier een bloemblaadje en hier een bloemblaadje. En dan zie je dus dat dit kleine steekje eigenlijk geen steekje is. Dus je maakt een halve vaste in de volgende steek om aan je volgende bloemetje te beginnen. En dan doe je eigenlijk weer precies hetzelfde als voor het vorige bloemblaadje. Dus net als voor het vorige bloemblaadje beginnen we met drie lossen. Je slaat de draad twee keer om de naald en je gaat in dezelfde steek als waar je drie lossen uitkomen. Dan sla je de draad om en ga je terug. Nu heb je vier lusjes op de naald. Je slaat de draad om en gaat door twee lusjes heen. Nu heb je drie lusjes op de naald. Je slaat hem om en gaat weer door twee. Nu heb je twee lusjes op de naald. Nu sla je twee keer om en ga je in dezelfde steek. Je slaat de draad om en haalt een lusje op. Je hebt nu vijf lusjes op de haaknaald. Je slaat om en haalt door twee. En je slaat om en haalt door twee. Nu gaan we de volgende twee dubbele stokjes in het volgende gaatje maken. Dus in de volgende steek. Je slaat hem twee keer om. Gaat in de volgende steek en haalt een lusje op. Dan sla je hem om en ga je door twee steken heen. En je slaat hem om en je gaat weer door twee steken heen. Dat doe je nog één keer. Je ziet nu drie dubbele stokjes. Twee keer omslaan. In dezelfde steek. Lusje ophalen en terug. Omslaan door twee. Omslaan door twee. Dan heb je nog vijf lussen op de haaknaald van de vier dubbele stokjes. En van de eerste beginlossen. Dan sla je de draad om en haal door alle vijf de lusjes tegelijkertijd heen. Om het blaadje af te maken, haak je nog drie lossen. En dan een halve vaste in dezelfde steek als waar je laatste twee dubbele stokjes uitkwamen. Dus het blaadje af en dan duw je hem naar voren. Op deze manier maak je zes blaadjes. Dus de volgende stap is weer een halve vaste in de volgende steek. En dan drie lossen. Op deze manier ga je door tot je zes blaadjes hebt. Ik maak het bloemetje af en dan laat ik jullie nog even zien hoe je ze aan elkaar naait. Ik heb nu net het laatste bloemblaadje gemaakt. Dat is nog niet helemaal af. Dan moeten er nog drie lossen en een halve vaste. Ik maak drie lossen. En een halve vaste in dezelfde steek. Nou, nu is je bloemetje af. Als je bloemetje gewoon ter decoratie maakt, dan kun je nu de draad afknippen en de draadjes wegwerken. Je hebt nu nog het begindraadje van de roze. Die kun je in principe gewoon afknippen, want die heb je al een stuk mee laten lopen door de cirkel. En dit draadje werk je dan nog weg. Op dezelfde manier als dat je dat net voor het witte hart hebt gedaan. Maar ik wil jullie graag laten zien hoe je ze aan elkaar kunt naaien, de hartjes. De bloemetjes, sorry. Dus ik knip een vrij lange draad af. En dan trek ik hem weer helemaal door. En dan is de eerste stap die ik doe, is de stopnaald om de draad.
En zo. En de draad door de volgende steek, dus waar je ook de eerste steek hebt gemaakt, daar steek ik hem doorheen. Zodat de draad daarna voor het aan elkaar naaien aan de andere bloemetjes mooi aan de achterkant van het werk ligt. En ook zodat je goed kunt zien dat de blaadjes op dezelfde manier aan elkaar lijken te zitten als dat ze hier aan elkaar zitten. Hier heb je immers ook dat stukje halve vaste. Nu lijkt dat hier hetzelfde. Dus de draad aan de achterkant is die aangekomen. Nu kun je hem dus zo laten, zoals ik net al zei, of je kunt hem aan elkaar naaien. Ik pak daarvoor even een hele stapel andere bloemetjes. Je moet even goed kijken hoe de bloemetjes aan elkaar moeten. Er gaan er 6 om elk bloemetje heen. Dus als je dit bloemetje als midden neemt, dan zie je dat er 1, 2, 3, 4, 5, 6 omheen zitten. En daarvoor moet je dus een beetje duwen en frutsen totdat het blaadje er mooi tussen valt. Als ik hem zo optil, dan valt hij denk ik, dan is het moeilijker om te zien. Dat betekent dus dat als ik hem aan die vast ga zetten, dat de bovenkant van het blaadje in het tegen het hart aanvalt, dus echt tussen 2 blaadjes in. En hier dat de zijkant van het volgende blaadje op de bovenkant van dat blaadje valt. En zo gaat het steeds. Deze moet nog vastgezet worden daartussen. Het is een beetje uitproberen wat je handig vindt voor het vastzetten. Ik had al een heleboel losse bloemetjes gemaakt, dus van deze zit nog niet alles aan elkaar. Want met lekker weer kon ik lekker buiten op een bankje zitten en bloemetjes haken. Maar je kunt ze natuurlijk ook altijd al meteen aan elkaar zetten. Het mooi aan elkaar haken is mij met deze steek niet gelukt. Sommige mensen maken hetzelfde bloemetje, maar dan met de puffsteek. Dat je heel veel omslagen doet. En dan kun je ze wel redelijk makkelijk aan elkaar zetten. Alleen ik vind de puffsteek zelf heel vervelend haken. Ik vind deze dubbele stukjes en een mooiere structuur geven aan je werk. En eenvoudiger haken. En ja, dat zijn natuurlijk 2 grote pluspunten. Nou, wat ik doe, ik kijk hier even goed hoe het ligt. En ik zie dat daar waar mijn draadje uitkomt, moet het aan de bovenkant van dit paarse blaadje genaaid worden. Dus nu draai ik het hele boel om. De hele boel is omgedraaid. En ik zie dus dat hier mijn draad uitkomt uit de bloem. En dat hier de bovenkant van dat paarse plaatje is. Nou ja, en dan is eigenlijk het enige wat ik doe is kleine borduursteekjes of naaisteekjes maken. Dus ik steek hem door het paarse bloemetje terug op het bloemetje wat ik net heb afgemaakt. En dan ga ik steeds met kleine steekjes dit bloemetje aan dat bloemetje vastzetten. Dus ongeveer daarnaast. En weer ongeveer daarnaast. En zo ga je door. Nou, hier is ongeveer het midden van die. Komt daaruit. En zo. Kijk dus even zelf steeds weer of het allemaal nog klopt. Of alle bloemblaadjes nog op de goede manier zitten. Het heeft best wel de neiging om een beetje te crunchen. Ik vind het aan de achterkant, waar ik nu natuurlijk aan het naaien ben, eigenlijk heel onduidelijk te zien. Dat is een beetje jammer. Dus ik draai hem regelmatig even om. En dan leg ik alles weer op de goede plek neer. Zo, alles weer even op de goede plek geduwd. En dan draai ik hem weer terug om en dan kan ik weer verder. Maar ja, vind daar een beetje je eigen techniek in ook. Dus je naait hem rustig, stuk voor stuk, steeds weer verder vast. Door elke keer goed te kijken waar het volgende blaadje uitkomt. En het zijn steeds, zoals ik al zei, het zijn steeds 6 bloemetjes omheen. Ik hoop dat dit zo allemaal duidelijk is geworden voor jullie. En dat je lekker aan de slag kunt met het leuke patroon van deze mooie bloemetjes. En zoals ik eerder ook al zei, op de website www.eenmooigebaar.nl staat de patroonuitleg ook geschreven met foto's. En daar staan ook alle kleurnummers die ik gebruikt heb. En daar zal ook een foto komen van de deken als die helemaal af is. Nu zijn het natuurlijk, het is nog niet zo heel erg groot. Elk bloemetje is 7 centimeter. Dus als ik zo even kijken,
een aantal bloemetjes naast elkaar leg, dan kom ik op 20. Dus 4 bloemetjes naast elkaar is 20 bloemetjes. En wat ook handig is om te weten, is dat 10 bloemetjes van dit materiaal ongeveer 30 gram is. Dus op die manier kun je dan berekenen hoeveel garen je ongeveer nodig hebt voor een deken. Als mijn 1 persoon sprei, want zo groot wordt die, af is, dan zal ik ook de gewichten aangeven. Ik probeer van alle kleuren ongeveer evenveel te gebruiken. Behalve natuurlijk van de wit, daar zal ik meer van gebruiken. Want daar zijn alle, met middel van elk bloemetje is ervan gemaakt. Ik hoop dat het zo duidelijk voor jullie is en dat jullie lekker aan de slag kunnen met deze hele vrolijke bloemetjes. En vergeet je niet deze video te liken als je er wat aan gehad hebt. Of je te abonneren op het kanaal, dan weet je als er weer een video komt. En laat vooral ook een opmerking achter als je de deken aan het maken bent of als je ergens niet uitkomt. Dat kan het snelst via Facebook of Instagram. Op Instagram is het @eenmooigebaar en op Facebook is het www.facebook.com/eenmooigebaar. Hartelijk bedankt voor het kijken en heel veel haakplezier!